Faya Loerens, nu 42 jaar oud, deelde onlangs haar inzichten over haar verbroken relatie met ondernemer Patrick, die 50 jaar oud is. Ze benadrukt het belang van luisteren naar je intuïtie en hoe ze haar eigen twijfels negeerde. Hoewel hun relatie eind augustus ten einde kwam, heeft Faya Loerens de afgelopen tijd een emotionele rollercoaster doorgemaakt. In een gesprek met Beaumonde onthult de fitnessguru dat ze zichzelf voor de gek heeft gehouden wat betreft haar relatie met Patrick. Haar onderbuikgevoel waarschuwde haar vanaf het allereerste moment dat hij misschien niet de juiste persoon voor haar was. Toch ging ze tegen haar intuïtie in en stortte ze zich in de relatie. Loerens erkent dat ze vaak probeert om mensen in relaties te veranderen en realiseerde zich dat dit niet realistisch is. Ze besefte dat ze niet kon verwachten dat Patrick plotseling zou veranderen. Wat haar vooral heeft doen twijfelen aan haar intuïtie was het feit dat Patrick volgens haar hulp nodig had, wat ervoor zorgde dat ze zich gewaardeerd voelde. Daarnaast was ze onder de indruk van hoeveel hij voor haar deed, iets wat ze nog nooit eerder had meegemaakt in een relatie. Hij deed kleine dingen zoals het maaien van haar gras en koffie voor haar zetten en dat overrompelde haar. Hoewel Loerens niet in detail wil treden over waarom het uiteindelijk misging met Patrick, suggereert ze dat het te maken had met het feit dat ze beiden nog aan zichzelf moesten werken voordat ze een gezonde relatie konden hebben. Ze wijst op hechtingsproblemen als een mogelijke oorzaak. Op dit moment is Faya Loerens van plan zich te concentreren op zichzelf. Ze heeft geleerd dat ze vaak verliefd wordt op het potentieel van een relatie en alles idealiseert, maar nu beseft ze dat ze naar de realiteit moet kijken. Ze heeft momenteel geen behoefte aan een nieuwe relatie en wil eerst aan haar eigen helingsproces werken om te voorkomen dat ze in de toekomst haar hechtingsproblemen verwart met verliefdheid.